Goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van U Vandaag. Over enkele ogenblikken begint op het politiebureau in Utrecht de persconferentie in verband met de vondst van de twee lichamen. Waarschijnlijk zijn dat de lichamen van de vermiste broertjes Ruben en Julian. Waarschijnlijk wordt er bekendgemaakt dat die zijn gevonden. In het politiebureau is ook Mark van der Wel. Mark, hoe ver zijn ze daar? Nou, ze zijn nog niet begonnen. Er staan hier echt tientallen cameraploegen, heel veel journalisten. Ik heb zelfs een cameraploeg uit België gezien. En het is nu wachten op hoofdofficier Bak, Mirjam Barendsen, de hoofd van de politie, zeg maar, en burgemeester Koos Jansen. En die komen met nieuws over de vondst van de twee lichamen vanavond. Ongetwijfeld zullen ze daarbij gaan zeggen dat het om de twee broers gaat. Maar waar ze ook op in willen gaan is waarom het zo lang duurt tot dusver, totdat die twee lichamen geïdentificeerd zijn. En daar is het nu wachten op. Ja, je hebt het over burgemeester Jansen van Zeist, hoofdofficier van justitie Johan Bak. Die zijn aanwezig onder meer. Wat betekent dat precies, dat zij er ook zijn? Nou, het is natuurlijk toch een strafrechtelijk onderzoek. Er zijn twee kinderen dood mogelijk. Dus dat moet natuurlijk hoog opgepakt worden. Burgemeester Koos Jansen is natuurlijk de burgemeester van de plaats waar de twee jongens en de moeder vandaan komen. En dan hebben we nog Mirjam Barendsen, die natuurlijk hoofd is van de politie. En het hele onderzoek natuurlijk van dichtbij heeft meegemaakt. Dus het is een zware delegatie, maar ja, dat mag ook wel voor dit onderwerp natuurlijk. Ja, Mark van der Wel daar op het politiebureau. We wachten nog even af totdat die persconferentie begint. Intussen gaan wij terug naar Koten. Daar staat verslaggever Dennis van Ommeren. Dennis, wat gebeurt daar op dit moment nog? Ja, het is rustig. De meeste cameraploegen die hier aanwezig waren, die zijn natuurlijk gelijk naar het politiebureau in Utrecht gereden. Weinig pers. En achter mij, ik kijk nog even, zie ik nog wel de tent staan en daar de nodige verlichting branden. Maar inmiddels zal duidelijk zijn dat de nieuws te melden is over wat hier vandaag aan het einde van de middag is aangetroffen. Ja, daar wachten we dus nog heel eventjes op. Jij bent daar de hele avond geweest. Hoe zijn de lichamen daar gevonden? Ja, we weten inmiddels dat een voorbijganger de lichamen heeft gevonden. In ieder geval één lichaam heeft gevonden. Deels lagen ze in het water. En collega's van SBS6 Hart van Nederland, die hebben gesproken met een van de mensen die de lichamen heeft gevonden. Laten we daar even naar kijken. Ja, en dat komt op dit moment nog niet binnen. We wachten dus tot het begin is van die persconferentie. Je hebt gezegd dat het lichaam daar, die lichamen zijn gevonden. Heb je ook nog met mensen gesproken daar op locatie? En wat zeggen zij precies? Ja, ik kan er misschien wel iets meer over vertellen. We hebben natuurlijk gelijk met de politie gebeld en hen gevraagd hoe de lichamen hier zijn gevonden. Het zou gaan om een vader die hier gezeten heeft bij het slootje met zijn zoon. Op een gegeven moment hebben ze iets zien liggen in het water. Op een gegeven moment is de politie gebeld door die mensen. Die zijn hier ter plaatse gekomen. Ja, en die hebben vrij snel geconstateerd dat het inderdaad ging om twee lichamen. En verdere informatie is op een gegeven moment heel snel gegaan. Toen dus bleek dat het inderdaad om twee lichamen ging. En ik begrijp dat we nu over kunnen gaan naar de persconferentie in Utrecht. Zo is het. We schakelen nu over naar Utrecht, want daar staat de persconferentie op het punt van beginnen. Dames en heren, welkom bij deze persconferentie. Fijn dat u toch op zo'n korte termijn nog allemaal hier naartoe kon komen. Ik stel eventjes voor degene die achter de tafel zitten, dat is de burgemeester van Zeist. Johan Bak, hoofdofficier Utrecht en politiechef Mirjam Baars. Ik wil graag beginnen om het woord te geven aan meneer Jansen, burgemeester van Zeist. Dames en heren, welkom. We zijn hier bijeen om mededeling te doen over het onderzoek naar aanleiding van de vermissing van Ruben en Julian. Die vermissing die houdt ons hele land, ons allemaal, al bijna 2 weken in de greep. En vanmiddag hebben zich, zoals u weet, ontwikkelingen voorgedaan. Daar willen we nu vanavond mededeling over doen. Naast mij zitten de hoofdofficier van justitie, de heer Johan Bak, en de politiechef Midden-Nederland, Mirjam Barendsen. Zij zullen zo dadelijk een toelichting geven. Een lange periode van onzekerheid heeft al veel verdriet gebracht.
de ontwikkelingen van vanmiddag doen dat sprankje hoop dat we allemaal hadden teniet. Ik ben begin deze avond bij Iris, de moeder van Ruben en Julian, geweest. Haar naaste familie omringt haar. Het verdriet is bij haar en bij alle naasten onmetelijk groot. Daar zijn geen woorden voor. En namens de hoofdofficier Johan Bak en de politiechef Midden-Nederland, Mirjam Barissen, wil ik ook hier onze betrokkenheid, warmte en meeleven uitspreken. Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Bak, hoofdofficier. Die zal de huidige stand van zaken op dit moment even toelichten. Ja, dank u wel, dames en heren. Vanmiddag rond 2:30 treft een getuige een lichaam aan in Koten. Dit lichaam ligt in een duiker die twee sloten met elkaar verbindt op de Hoekse Dijk in Koten. De politie wordt gewaarschuwd en komt ter plaatse en schakelt de forensische opsporing en het NFI, Nederlands Forensisch Instituut, in. Daar start het onderzoek ter plaatse. Een onderzoek wat overigens in volle gang is. Er worden op dat moment twee lichaampjes aangetroffen in de duiker. Op dat moment ontstaat het vermoeden dat het om de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist gaat. Op basis van een aantal goederen die wij daar hebben aangetroffen, zoals het camouflageshirt en spanbanden, hebben wij het sterke vermoeden dat het om Ruben en Julian gaat. Hoewel de identificatie nog niet is afgerond en in volle gang is, hebben wij besloten om de familie en u reeds nu daarover te informeren. Zoals gezegd, het onderzoek ter plaatse is in volle gang en gaat door. En dit betreft niet alleen de identificatie van de twee lichaampjes, maar ook een uitgebreid sporenonderzoek ter plaatse. Met dit onderzoek ter plaatse willen wij pogen zoveel mogelijk helderheid te brengen over de toedracht van deze aangrijpende zaak. Ik dank u. En dan volgt nu een korte toelichting van de belangrijkste zaken van de afgelopen 14 dagen door mevrouw Baarns. Op dinsdagochtend 7 mei om 7:50 wordt het lichaam van Jeroen Deniz aangetroffen in het recreatiegebied Doornschap. In eerste instantie wordt uitgegaan van zelfdoding en gaat de politie op zoek naar familie van deze man. Aan het einde van diezelfde middag, 4:45, krijgt de politie informatie dat de twee zoontjes voorafgaand aan het overlijden van Jeroen Deniz bij hem waren. Hij zou op korte vakantie met ze gaan. En het gaat om de 9-jarige Ruben en zijn broertje, de 7-jarige Julian. Direct nadat dit bekend werd, is onmiddellijk opgeschaald naar een team grootschalig opsporing. En er is direct een begin gemaakt met de opsporing en de zoekacties naar de twee jongens. Het terugvinden van deze twee jongens is altijd eerste prioriteit geweest, waarbij er twee belangrijke scenario's de hoofdlijn waren. Als eerste, de jongens zouden zijn ondergebracht, misschien bij familie bekenden. En als tweede, de jongens is iets aangedaan. Met behulp van recherche, met deskundigen, met heel veel burgers, is gezocht. En vanaf 7 mei zijn er meer dan 100 politiemensen bijna dag en nacht in touw geweest om de jongens te zoeken. Er zijn een groot aantal specialisten ook bij betrokken geweest, waar ik een aantal van wil noemen. Naast de forensische onderzoekers is er een groot beslag gelegd op de digitale rechercheurs. Gedragskundigen,
forensische archeologen, familierechercheurs, maar ook medewerkers van de criminele inlichtingendienst en een groot aantal deskundigen van Defensie. Ook is een Belgische expert ingezet en betrokken bij ons onderzoek. Het onderzoek kende een groot aantal activiteiten die eigenlijk gelijktijdig steeds hebben plaatsgevonden. Belangrijkste activiteit was misschien wel het in kaart brengen van de route en de tijdlijn van de vader. Daar zijn twee harde momenten uit naar voren gekomen. Allereerst dat om 21:15 s'avonds in de plaats Neerbeek de jongens nog in leven waren en bij hun vader in de auto. Er is daar getankt. En als tweede dat het laatste telefonisch contact wat we van de vader weten is dezelfde nacht geweest om 4:18. Daartussen ontbreken er beelden en is de telefoon ook uit geweest. We zijn 14 dagen lang bezig geweest met het verzamelen en analyseren van al het binnengekomen beeldmateriaal, tips en overige informatie. Twitter en Facebook en de andere sociale media hebben een belangrijke rol gespeeld in het informeren van het publiek, in het halen van tips, maar ook in het geven van de juiste informatie. Er zijn een groot aantal zoekacties geweest op verschillende locaties in Utrecht. Onder andere het Doornse Gat en het bosgebied tussen Renen en Doorn. Maar ook in Limburg, bij Neerbeek en Elslo. Deze zoekacties zijn onder andere gedaan door de mobiele eenheid, maar ook door de specialisten van Defensie. Er zijn speurhonden ingezet, politiehelikopters. Er is sonar ingezet voor het onderzoek in water en de F-16's. Er zijn een groot aantal getuigen gehoord, een groot aantal buurtonderzoeken op diverse locaties in de provincie Utrecht en Limburg geweest. En we zijn bezig, of we waren bezig, met het natrekken van de duizenden tips die binnen zijn gekomen naar de oproepen in de media en in de krant. En niet in de laatste plaats wil ik noemen de grote betrokkenheid van heel veel burgers in het land, met name ook in de provincies Limburg en Utrecht, die zoekacties op touw hebben gezet en die enorme betrokkenheid hebben laten zien. En de belangrijkste taak van de politie daarbij was met name te zorgen voor een stukje coördinatie. Op dit moment, want eigenlijk zou ik eerst moeten zeggen, al deze activiteiten liepen nog toen vanmiddag de melding werd gedaan. En op dit moment vinden er een paar dingen plaats. Allereerst blijft de omgeving afgezet zolang de plaats er ligt en nog wordt onderzocht. Het verkeer wordt omgeleid en we proberen zo goed mogelijk de informatie te verzorgen. Vanaf morgen zullen specialisten van Defensie, maar ook de forensische opsporing, nader onderzoek doen in de buurt. En ook zullen tactisch rechercheurs en een groot aantal buurtonderzoeken nog in de omgeving van de vindplaats doen. Dat is op dit moment, dames en heren, de stand van zaken. Dan wil ik afsluiten nog de heer Jans het woord te geven. Ja, wat zal morgen brengen? We hebben het vanavond nog met elkaar over gehad. Want er is een onzekere tijd geweest, maar dat breekt nu een hele zware en verdrietige tijd aan. En dat moet ook zijn vorm en zijn ontwikkeling krijgen. En ik noemde u al dat het verdriet bij de familie en bij Iris, de moeder, en bij andere naaste familie en betrokkenen onmetelijk groot is. Hoe dat en de verwerking daarvan de komende tijd zijn vorm, de komende dagen zijn vorm zal krijgen, daar willen we in overleg met binnen de gemeente en met de maatschappelijke organisaties in nauwe samenspraak met de familie verder vorm aan geven, een goede vorm aan geven. Want één ding hebben we wel gemerkt de afgelopen 2 weken. De buitengewoon interactieve wijze van betrokkenheid van de samenleving en de buitengewoon respectvolle wijze waarop de media, de pers, met dit onderwerp is omgegaan, met deze moeilijke periode is omgegaan, die zijn voor de naaste familie een hele grote steun geweest. En op die wijze willen we eigenlijk ook de komende dagen en de komende tijd op een goede manier doorbrengen. Dat zou ik graag ter afsluiting van dit deel graag willen
meegeven. Dan bestaat er nog de gelegenheid om wat vragen te stellen. Ik heb begrepen dat RTL daar de eerste vraag was. Ja, Koen de Recht, RTL niet. Vraag voor de burgemeester. Er zijn verhalen verschenen over dat er al hulpverlening was. Het is bevestigd dat er hulpverlening was aan het gezin. Gaat u nu bekijken of die hulpverlening op de juiste manier is gegaan? Wat daar misschien weet, ja, de familie heeft het nu buitengewoon zwaar. En zij worden gefaciliteerd met de goede hulp. En de hulp waar u op duidt, dat is een ander type discussie. En daar vind ik het minder passend voor om op dit moment daar eigenlijk de gedachtegang over te hebben. En als daar vragen over zijn, dan zal daar ook op de goede manier naar verwezen worden als er persvragen over zijn. Oké, nog een andere vraag. Ik denk voor de politie meteen. Er zijn een aantal keren in het onderzoek geweest. Bent u met informatie naar buiten gekomen die achteraf toch net iets anders bleek te zitten? Hoe kijkt u daarop terug? En de microfoon erbij. Nou, wat ik al schetste is dat er meer dan 100 politiemensen bijna dag en nacht in touw zijn geweest om deze jongens te zoeken. Er is een enorme urgentie in gezeten, want iedereen voelde ook wel aan dat iedere minuut telt in dit geval. En de betrokkenheid is het een keer gebeurd dat er een verkeerd beeld, wat eigenlijk onvoldoende gecheckt is, naar buiten gekomen. En daar wreekt zich altijd zorgvuldigheid versus snelheid. En dat is helaas een keer misgegaan, gelukkig snel hersteld. Maar het blijft mensenwerk en dat is helaas een keer gebeurd. Oké, dankjewel. De volgende vraag stellen achterin. Even uw naam van wie u bent. Van de NOS. Er zitten een behoorlijk aantal uur tussen de melding, vanmiddag half 3 en nu, tijdens waarop jullie bekend kunnen maken dat het inderdaad van de minister Boertjes gaat. Kunt u iets meer vertellen over waarom dat in gezeten heeft? Misschien een vraag voor meneer Bakker. Ja, dank u wel voor die vraag. Zoals ik al schetste, werd er aanvankelijk melding gedaan van het aantreffen van één lichaam. Vervolgens is de politie ter plaatse gegaan, de forensische opsporing, en later ook het Nederlands Forensisch Instituut. En die constateren dat er twee lichaampjes in die duiker lagen. En u kunt zich voorstellen dat als er lichaampjes in zo'n duiker liggen met water, dat een uitermate complex onderzoek is. En zoals ik gezegd heb, is dat onderzoek zelfs nog in volle gang. Dus wij hebben wel gemeend vandaag al met onze voorlopige bevindingen naar buiten te komen. Maar wij konden niet eerder dan nu deze boodschap brengen. En het onderzoek gaat nog in volle gang door. Is er iets meer te zeggen over welke omstandigheden het enige wat ik erover wil zeggen is dat de omstandigheden waaronder wij ze hebben aangetroffen het onderzoek complex maakt. Volgende vraag stellen. Ik ben van mijn NOS Journaal. Aan wie stelt u de vraag? Nou, ik denk de heer Bak. Ja. Waren die lichamen daar verstopt? Kunt u er iets over zeggen? Wij hebben de lichamen in de duiker aangetroffen en dat is het enige wat ik erover kan zeggen op dit moment. Hebt u vermoedens dat ze daar waren weggestopt? Dat ze niet de bedoeling was dat ze nooit gevonden zouden worden? Ik heb zojuist gezegd dat we zitten in een zeer pril stadium van onderzoek en daar kunnen wij nog geen mededeling over doen. Raymond Boer van het AD. Is het inmiddels uitgesloten dat er iemand anders bij betrokken is? Ik heb gezegd dat het forensisch onderzoek zoals dat nu loopt richt zich zowel op identificatie van de lichaampjes als ook op de sporen. Zoals u weet heeft de vermoedelijke dader zelfmoord gepleegd. Dat betekent dat als wij meer duidelijkheid willen hebben over wat er precies gebeurd is en wat de toedracht is geweest, moeten wij het hebben van het onderzoek ter plaatse. En alle scenario's zijn wat dat betreft open. En daarom doen wij zo zorgvuldig onderzoek. Nog meer vragenstellers? Niemand? Dan wil ik je allemaal hartstikke bedanken voor jullie komst. En tot zover de persconferentie vanuit Utrecht, waarin burgemeester Jansen van Zeist zei: vandaag is een eind gekomen aan 2 weken onzekerheid, maar begint ook een periode van verdriet.
voor de familie en nabestaanden. De politie wil nog niet in volledige bewoordingen zeggen dat het om Ruben en Julian gaat. Maar ze hebben wel het sterke vermoeden. Te meer ook omdat er spanbanden en een camouflageshirt is gevonden op de plek waar ook de twee lichaampjes van de jongens zijn gevonden. Het gaat om lichaampjes, dus het gaat om kinderen. De komende tijd blijft het gebied rondom de vindplek daar in Koten afgesloten. Het onderzoek is nog in volle gang. Er blijft ook een sporenonderzoek komen. En de politie heeft de afgelopen 2 weken met meer dan 100 mensen gewerkt. Met verschillende specialisten ook op het gebied van opsporing, digitale opsporing, forensische geologen. Kortom, ze hebben alles ingezet om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Ja, en dat Ruben en Julian werden vermist werd dus bijna 2 weken geleden duidelijk. Sindsdien is er massaal gezocht naar de jongens. Ruben en Julian uit Zeist zijn spoorloos sinds maandagavond 6 mei. Ze zouden op een korte vakantie gaan met hun vader Jeroen Deenis. De vermissing van de broertjes wordt op 7 mei ontdekt als een wandelaar de vader dood aantreft bij het Doornse gat. Bij het aantreffen van deze man gaan wij op zoek naar de familie. Dat kost enige tijd. Uiteindelijk eind van de middag is bekend geworden dat deze man 2 zoontjes bij zich zou moeten hebben. Vanaf dat moment ontstaat een grootscheepse zoektocht naar de broertjes. De politie kampt recreatiegebied het Doornse gat uit en verplaatst de zoektocht daarna naar Limburg. Het blijkt dat de vader daar is gefilmd door de bewakingscamera van dit tankstation. Later blijkt dat de jongens ook te zien zijn op de beelden in Limburg. De politie doorzoekt de bossen en een visvijver in de omgeving, maar van Ruben en Julian geen spoor. De politie stelt alles in het werk om een beeld te krijgen van de route die de vader de bewuste nacht heeft gereden. Al snel blijkt dat de vader over de Rijnbrug bij Rhenen is geweest. Zijn auto wordt daar toevallig geregistreerd. Intussen plaatst de moeder een oproep op Facebook. Alsjeblieft wil iedereen uitkijken naar mijn kleine mannetjes. Ze worden sinds gisterochtend vermist. Aan de oproep wordt massaal gehoor gegeven. Ik kreeg net al telefoontjes uit Vlissingen en Rotterdam en Heerlen van mensen die ook hierheen komen rijden. Dus het is echt landelijk uitgerold deze zoekactie. Ik durf er geen schatting over te maken. Ik vermoed bijna rond 200 durf ik wel te zeggen. De afgelopen 2 weken zoeken honderden vrijwilligers bijna onafgebroken in de bossen rond Rhenen en Driebergen naar sporen van de vermiste broertjes. Met een aantal buurvrouwen gaan wij met elkaar het bos in en om ook even met elkaar te delen. En dat voelt prettig. Ook de politie zoekt verder. Zo krijgen bewoners en ondernemers met een eigen beveiligingscamera in onder meer Rhenen en Doorn een opvallend oproep. Gevraagd wordt de opgenomen beelden te bekijken om na te gaan of de auto van de vader er toevallig op staat. Over de omstandigheden waaronder de jongens opgroeiden wordt ook meer bekend. Dit weekend publiceert NRC Handelsblad uit een rapport van de Raad voor de Kinderbescherming. Het blijkt dat het slecht gaat met het gezin sinds de scheiding van de ouders in 2008. Meer dan 10 instanties zouden zich met het gezin bemoeid hebben. Zonder succes. De onthulling geeft een inkijkje achter het drama, maar nieuwe aanwijzingen voor de vermissing levert het niet op. Het zoeken gaat intussen dan ook onafgebroken door, tot vandaag aan toe. Duikers zoeken zondagmiddag nog bij de zandafgraving in Maarn. We zijn gevraagd of wij kunnen assisteren met de zoektocht naar de 2 vermiste jongens. En wij gaan hier in het water bij de Maarnse zandafgraving zoeken naar aanwijzingen, voorwerpen die daar niet horen. En we zijn nu met een team van 3 teams van 2 van 2 personen en 1 van 3 personen. En dan lijkt er schot in de zaak te komen. Er wordt gevraagd uit te kijken naar meer kledingstukken. Er duiken nieuwe beelden op. Helikopters en een F-16 worden zondagmiddag ingezet. Tips blijven binnenstromen. De teller loopt op tot 3000. Tot vandaag, zondagmiddag. Door een toevallige passant 2 lichamen worden gevonden in Koten. Ja, dat was een samenvatting van al het nieuws van de afgelopen 2 weken. Wat betreft de zoektocht naar de 2 broertjes. Ruben en Julian. We gaan weer even terug naar Utrecht, waar zojuist de persconferentie is afgelopen. Daar staat ook Mark van der Wel. Mark, ja, we hebben net gehoord dat het toch hoogstwaarschijnlijk om de 2 jongens gaat. Alleen de politie wilde het nog niet helemaal vertellen. Ze houden het op een sterk vermoeden. Maar we hebben toch de zekerheid? Ja, die zekerheid die is er op basis van het shirt wat ze hebben gevonden daar. En ook de spanbanden die daar zijn gevonden in die sloot. Alleen er moet nog wel wat onderzoek gedaan worden om het echt helemaal zeker te weten. Maar burgemeester Jansen die vertelde al dat hij enorm meeleeft met de moeder van de 2 jongens. En daaruit kun je wel opmaken dat het inderdaad om Ruben en Julian gaat.
Oké, Mark van der Wel, dank je wel voor nu. Straks om 12 uur dan zijn we nog één keer bij u terug met het laatste nieuws. En deze uitzending wordt natuurlijk tot die tijd herhaald, zodat u, als u de persconferentie zojuist heeft gemist, ook nog even rustig kunt nazien. En dan hoort u ook het laatste nieuws en de conclusies die we kunnen trekken uit deze persconferentie. En tot die tijd kunt u natuurlijk ook terecht op Radio M Utrecht en op onze website rtvutrecht.nl.